Ja, het is goed om te zien hoe geleidelijk aan het, de neiging om weg te kijken van de problematiek die samenhangt met drugsgebruik, of die de gevolgen ervan te bagatelliseren, hoe dat geleidelijk aan weg hebt en dat we onder ogen zien dat wie drugs gebruikt zijn eigen gezondheid op het spel zet en meewerkt aan de instandhouding van criminele, gewelddadige miljardenindustrie om over het insluipen van de onderwereld in de bovenwereld maar niet te spreken. Ik waardering voor het kabinet dat het ook klip en klaar erkend en benoemd wordt. En daarom is het ook goed dat juist hier dit onderwerp van debat is, zoals de andere aspecten van het drugsbeleid, het drugsgebruik, de criminele kant daarvan onderwerp van debat is in de Commissie van Justitie en Veiligheid. Voorzitter, maar er kan nog wel een tandje bij. Het is mooi dat we vandaag in de Telegraaf konden lezen dat het kabinet een verbod wil op ruim 100 grondstoffen voor harddrugs. Klasse. Een pluim daarvoor. Maar we kunnen echt zoveel meer doen nog om vaak jonge mensen ervan te weerhouden om drugs te gaan gebruiken. En op dat punt moddert het nog steeds een beetje voort. Het gedoogbeleid wordt ongemoeid gelaten. Het halfbakken wiet-experiment wordt voortgezet. En er wordt notabene een staatscommissie benoemd om de status van XTC of ecstasy te onderzoeken. Voorzitter, alle mooie woorden over drugspreventie ten spijt. Nederland staat er helaas internationaal voor bekend dat het een wiethalala is. Een wietwalhalla. Een pilletjesparadijs. En voorzitter, daar moet echt een eind aan komen. Vorig jaar heeft de burgemeester van Amsterdam voorgesteld om buitenlandse klanten te weren uit Amsterdamse coffeeshops. Uitstekend plan. Je begint ergens aan. Je hebt daarmee het probleem nog niet opgelost, maar je hebt het wel aangepakt. En wat de SGP betreft gaan we overal in Nederland het ingezetene criterium handhaven. Is het kabinet bereid daarop te sturen? Wat we ook moeten doen is het internationale beeld van dat vrije, blije Nederland waar het allemaal wel kan te corrigeren. Eind 2021 had het Duitse blad Der Spiegel een uitgebreid verhaal hoe het lakse Nederlandse drugsbeleid een vruchtbare voedingsbodem is geweest voor drugscriminaliteit. En op de cover prijkt vrouw Antje, ooit bedacht om Nederlandse zuivel aan te prijzen in het buitenland. Joint in de mond, kalasnikov onder de arm. En in de andere arm kaas met cocaïnebollen. Kaas, coke en killers. U kent hem ongetwijfeld. Hij is niet helemaal nieuw. Want een aantal decennia geleden is het ook al eens een keer op deze manier gepresenteerd. Ook in Der Spiegel, als ik me goed herinner. Maar dat is het beeld waar we dus in het buitenland mee geconfronteerd worden. Daarom mijn vraag, is het kabinet bereid een internationale campagne te starten om buitenlandse toeristen ervan bewust te maken hoe slecht drugsgebruik is voor de volksgezondheid, voor het milieu, is al aan gerefereerd in de interruptiedebat, voor de veiligheid in ons land. Het kabinet zou kunnen aanhaken bij de campagne, en jawel, van de gemeente Amsterdam, die inmiddels gestart is, BBC berichtte daarover gisteren, om overlastgevende Britse jonge mannen uit de hoofdstad te weren. Niet stay okay, maar stay away. Het lijkt me goed als het kabinet die boodschap ondersteunt en breder trekt. Nederland gaat kapot van aan de drugs. Drugstoerisme moet stoppen. Die boodschap zou het kabinet moeten uitstralen. Is het kabinet bereid om daarbij zich aan te sluiten? Voorzitter, de SGP maakt zich grote zorgen over het gebruik van ecstasy. Nederland steekt ver uit boven andere Europese landen in het percentage inwoners dat ooit in het afgelopen jaar ecstasy heeft gebruikt, blijkt uit de brief. Wat doet de staatssecretaris concreet om het gebruik van ecstasygebruik tegen te gaan? Voorzitter, het is heel goed dat het kabinet zich in het bijzonder richt op de bescherming van kwetsbare jongeren. Uit onderzoek onder WO- en HBO-studenten blijkt dat 7,5% van hen in 2021 cocaïne gebruikte. Drugsgebruik wordt ook in verband gebracht met toegenomen stress en prestatiedruk onder studenten. Vandaar de vraag aan de staatssecretaris. Wat doet de staatssecretaris concreet om drugsgebruik onder deze groep jonge mensen tegen te gaan? Tot slot, voor sommige gebruikers is cocaïne vooral bedoeld om negatieve emoties als verdriet, angst, stress of onrust te onderdrukken. Vraag aan de staatssecretaris, wat doet hij samen met de minister voor langdurige zorg, die verantwoordelijk is voor de GGZ,
om de juiste zorg en de ondersteuning te bieden. Voorzitter, daar wilde ik het in eerste instantie bij laten. Dank u zeer. Dank u wel, meneer Bisschop.